2021 is echt wel een feestjaar voor jou, want dit voorjaar ben je ook 5 jaar aan de slag bij familie. Ja, ja. Oh. Ja, dat is voorbij gevlogen, moet ik zeggen. Ik dacht in het begin, ik weet nog dat de allereerste afspraak was 1,5 jaar. En we kijken wel wat Lars doet, wat mensen daarvan vinden. Maar dan ineens, ja, nu zijn we al direct 5 jaar verder. En het blijft leuk, het blijft spannend. Scenaristen blijven zoeken naar opportuniteiten voor mij. Aaron, mijn zoon, is er nu bijgekomen. Dus ja, dat speelt dan weer totaal anders dan bijvoorbeeld met Sandrine. Ja, het blijft spannend. Ik ben ook blij dat Lars terug CEO is. Dat weer zo wat dat gemene kantje wat meer, wat scherper wordt gesteld. De conflicten met Janine. Janine Bisschops. Dus ja, fijn. Ja. Hoe lang loopt jouw contract bij familie? Zolang als mijn contract bij VTM, en dat is op het einde van dit jaar. Ja. Ja. En wat zijn de vooruitzichten voor jou, 2022, nog altijd familie? Ik ben dat voorlopig absoluut nog niet beu. En als de makers en VTM het nog niet beu zijn, dan wil ik daar wel nog even mee doorgaan. Als ik daarnaast nog wat theater en nog wat hosting kan doen, of daarom niet echt hosting, maar ook gewoon kan deelnemen aan programma's, dan ben ik alleen maar very happy.